Tussen 2011 en 2013 zijn er 936 gevallen geopenbaard van seksueel misbruik door de katholieke kerk. Volgens het rapport van het Amerikaanse Congres van Katholieke Bisschoppen uit 2013 was meer dan 40% van deze slachtoffers tussen de 10 en 14 jaar oud. Sindsdien zijn er vele eerdere gevallen van pedofilie opgedoken, zelfs uit de jaren 40. In 2014 zei Paus Franciscus dat bijna 1 op de 50 priesters een pedofiel is. Hoe zijn de misdrijven van een 2000 jaar oude organisatie met meer dan 2 miljard leden zo lang over het hoofd gezien? En wiens belang werd hier vooropgesteld? De veiligheid van de slachtoffers of het image van de kerk? In 1984 kwam het nieuws van de vader Gilbert Gutter op de voorpagina's in Louisiana. Tijdens zijn 11 jaar als vader Gutter randde hij minstens 37 jongens aan in 4 parochies. Sommige slachtoffers werden stilgehouden door middel van bedreigingen aan de families. Deze praktijken van bedreigingen waren aan de orde van de dag in de decennia die volgden. Misschien nog wel opzienbarender is dat de zaak rondom vader Gutter onopgemerkt bleef als het niet aan het licht werd gebracht door een journalist. Gutter kreeg een straf van 20 jaar nadat hij schuld bekende aan 34 zaken. Maar sindsdien zijn er 848 priesters beschuldigd van de misdrijven. 384 hiervan zelfs in een periode van slechts 2 jaar. Brieven gestuurd aan katholieke bisschoppen in de jaren 50 laten zien dat het misbruik al 70 jaar lang bekend is. John J. Gagan werd de inspiratiebron van de Oscar-genomineerde film Spotlight. Zijn verhaal is een typisch voorbeeld van hoe de kerk opereerde. In 1962 werd bekend bij de Hogere Raad van de Kerk dat de juniorpriester John J. Gagan jongens meenam naar zijn slaapkamer. Hij ontkende deze aantijgingen, ondanks dat hij in 1959 4 jongens heeft aangerand tijdens zijn opleiding. In 1966 werd John overgeplaatst nadat hij een fase inging. Er was geen verklaring gegeven voor zijn overplaatsing en dat riep enige verdenking op. In 1968 kwam een verklaring naar buiten waarin een man klaagde bij de kerk dat hij Gagan had betrapt op het misbruiken van zijn zoon. Als gevolg hiervan werd hij naar Baltimore gestuurd, waar hij in behandeling ging om zijn pedofilie te genezen. In 1970 werd Gagan opnieuw beschuldigd van het misbruiken van 4 jonge jongens. Muller, de moeder van de jongens, informeerde de kerk over dit misbruik, maar er werd aan haar gevraagd om zich stil te houden. Later werd er een overeenkomst bereikt tussen de twee partijen. 1974. De kerk verplaatste Gagan weer naar de St. Andrews in Jamaica Plain. 1980. Gagan verklaarde 7 jongens te hebben misbruikt en werd 3 dagen later op ziekenverlof gestuurd. Hij werd bevolen psychotisch onderzocht te worden en in therapie te gaan. 1984. De kerk verwijderde Gagan uit de parochie, nadat wederom bekend werd dat hij kinderen misbruikte. Hij mocht echter naar de St. Julius parochie in Weston. Hier kreeg hij de leiding over 3 jeugdgroepen, waaronder veel jongens. Tot aan zijn pensioen in 1993 werd Gagan achtervolgd met beschuldigingen van misbruik. Pas in 1998 werd hij echt bevrijd. Waarom heeft de kerk deze gruwelijke man zo lang beschermd en ervoor gezorgd dat hij zoveel jongens kon misbruiken? Wetten die dateren uit 1517 stellen dat de hoogste prioriteit van de kerk moet zijn het beschermen van het imago, de financiën en de eigendommen. In de jaren 2000 dook de Texaanse advocaat Daniel Shea een document op uit het Vaticaan, waar het jaar 1962 op stond. In dit document stond dat alle mensen die ook maar iets te maken hadden met seksueel misbruik, zowel daders, slachtoffers als getuigen, zich volledig stil moesten houden. Spraken ze toch met de autoriteiten, dan werden ze per direct verwijderd uit het kerkelijke bestand. De macht van de katholieke kerk betekent dat ze makkelijk slachtoffers kunnen dwingen om stil te blijven. Vaak ging dit gepaard met financiële vergoeding voor hun lasten. Sommige slachtoffers hebben verklaard dat ze dachten dat het misbruik bij de plichten van het zijn van een altaarjongen hoorde. In 1992 probeerde slachtoffer Phil Saffiano zijn misbruiker en de kerk voor de rechter te krijgen. De kerk reageerde met een betaling van $15.500 als Phil ermee akkoord ging om stil te blijven. In de jaren tussen 2004 en 2013 zou de kerk meer dan $3 miljoen aan zwijggeld betaald hebben, aldus de media. Heeft de kerk zich 33 jaar na de eerste aantijgingen weten te herpakken? Critici zeggen dat de kerk zich moet verantwoorden voor de vele grove fouten die het heeft gemaakt in het verleden. Het Vaticaan moet volledig meewerken met de autoriteiten om de misbruikers aan het licht te brengen. Ondanks alles zegt Paus Franciscus dat niemand meer heeft proberen te doen aan het misbruik dan de katholieke kerk zelf. Er is een zero-tolerantiebeleid in de kerk tegenover pedofilie. Hij heeft daarnaast beloofd alle pedofielen te bannen uit het priesterschap. In 2014 richtte hij een tribunaal op waarin onderzoek werd gedaan naar de schuldigen en medeplichtigen aan het misbruik. Maar voordat hij alle documenten omtrent het misbruik door de jaren heen opgeeft en onthult, is het moeilijk om hem te geloven. Het is enorm moeilijk om het geloof en vertrouwen in de katholieke kerk weer op te bouwen.
Is de paus de eigenaar van de wereld? Ben jij nou benieuwd naar die video? Klik dan even op de oplichtende video op het scherm of kijk voor het linkje in de videobeschrijving. Kijk je op je mobiel of op je tablet? Dan kan je ook rechtsboven klikken in de infokaart. Check mijn kanaal Strikt Geheim voor nog veel meer complottheorieën en mythes en dan zie ik jou de volgende keer bij een gloednieuwe video. Bedankt voor het kijken!